Zou u dat geluk ook zo koesteren? Ja, toch? Dat wil Sophie ook. En dus klikt ze Arno in de auto vast zoals het hoort. De riempjes van het zitje sluiten goed aan rond baby Arno. 1 centimeter speling is een maximum. Controleer dit voor elke rit. 1 tip. Pas de riempjes aan volgens de dikte van de kleding. Zorg ervoor dat de riempjes niet gedraaid zitten. En bij het vastmaken van de sluiting moet u altijd een klikgeluid horen. Sophie gebruikt het babyzitje tegen de rijrichting in. De nekspieren van baby Arno zijn onvoldoende ontwikkeld om het hoofdje bij een botsing tegen te houden. Dit is levensgevaarlijk en daarom mogen baby's niet in de rijrichting zitten. Het zitje tegen de rijrichting zorgt er immers voor dat de impact van een schok bij een botsing verdeeld wordt over de hele rug. Het babyzitje wordt vastgemaakt met de veiligheidsgordel of vastgeklikt op een isofix-basis die op haar beurt verankerd zit in de wagen. Sophie maakt het babyzitje vast met de veiligheidsgordel. Plaats het babyzitje bij voorkeur achteraan. Die plaatsen zijn veiliger. Als u het zitje toch voorin zou plaatsen, schakel dan de airbag voor de passagier uit. Bij een botsing is de airbag immers levensgevaarlijk voor uw baby. Laat de baby zo lang mogelijk in het babyzitje. Komen de voetjes over de rand van het zitje? Geen probleem, dat mag. Schakel pas over naar een kinderzitje in de rijrichting als uw baby meer weegt dan 13 kilogram of als het hoofd boven de rugsteun van het zitje uitsteekt. In ieder geval, kinderen in de auto, klik ze vast, zoals het hoort. En net zo belangrijk, geef zelf het goede voorbeeld. Dus let er zelf ook op, gordel, klik vast.